De 9e verkeersveiligheidsmaand is vanmorgen afgesloten. Deze maand startte op 15 augustus en is vandaag, 15 september, geëindigd. Bij de afsluiting hebben padvinders autostickers opgeplakt met het thema van dit jaar. Het thema is geef voorrang aan gezondheid en veiligheid. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie heeft de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand bijgewoond. Volgens Felicia Ooiberg van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers KSV behoort Suriname niet tot een van de veilige landen in de regio. Wereldwijd staan verkeersongevallen op de achtste plaats voor doodsoorzaken. In Suriname vormen verkeersongevallen nog steeds de voornaamste doodsoorzaak. De Verkeersveiligheid Maand legt ons met de billen bloot, ja, en houdt ons 30 dagen lang een spiegel voor met de vraag: kunnen we slechts 30 dagen het welzijn en het leven van anderen in het verkeer besparen? Maar het lukt nog niet. Wat mankeert ons? Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, verstand of medemenselijkheid? Laten we stoppen met ons te haasten, snelheden te overschrijden, om te rijden de rol, niet oplettend te zijn in het verkeer, te bellen en sms'en achter het stuur. Laten we voorrang geven aan het volgen van de wegmarkeringen. Rijden volgens de maximum toegestane snelheid, voetgangers die willen oversteken en aan het verruimen van het veiligheidsgevoel van kwetsbare verkeersdeelnemers. Minister Amoxie zei dat er geen vergelijking gemaakt kan worden tussen de verkeerssituaties van 2019 en 2020. In de verkeersveiligheidsmaand van 2019 zijn 8 personen om het leven gekomen en in dit jaar waren dat 4. De bewindsman benadrukte dat bewust voor het thema van dit jaar is gekozen, omdat gezondheid en veiligheid veel met elkaar gemeen hebben. Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Stel je zich voor dat je niet gezond was. Je zou niet hier zijn. Veiligheid is nodig. Veiligheid in het verkeer. Veiligheid thuis. Maar nu meer dan misschien belangrijk. Veiligheid op, bij openbare plekken. Veiligheid op straat. Vooral in verband met COVID. Vroeger heb ik ook de indruk gehad dat juist in de verkeersveiligheid maar er meer slachten gevallen. Maar dit jaar hebben we een ander beeld. Was het in 2019 8 doden, dit jaar hebben we er 4. Maar ik zeg, misschien vanwege de COVID-pandemie, dat er minder verkeer over de weg is, minder mensen op straat, dat de reden is. Dat was minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Hij heeft vanmorgen de verkeersveiligheidsmaand afgesloten. In deze maand zijn er 4 levens te betreuren geweest. De afsluiting vond plaats bij de service station van Roy Boudou Enterprises aan de Indira Gandhiweg.